De afgelopen 5 weken staat het gewas komkommer centraal in het huis van de smaak. Bij ons staat Riet van de Beuken. Riet, is het leuk om te doen? Ja, hartstikke leuk. Je hebt heel leuk contact met de gasten die hier op de Floriade komen. De eendracht is iets minder druk dan de andere, maar het is vandaag hier topdrukte. Kun je de mensen verrassen met komkommer? Wat zijn de meest gestelde vragen die je krijgt? Nou, de meeste vragen zijn eigenlijk, hoe kan het zijn dat die komkommer zo vers is? Zo lekker, zo smaak. Ja, en dan is het echt natuurlijk te zeggen, het is een hele verse komkommer die we hier kunnen presenteren. Wat is het meest verrassende wat jullie kunnen brengen voor de komkommer? Wat vindt men het meest verrassende recept of mogelijkheden? Nou, we maken dus eigenlijk gewoon hele makkelijke recepten hier. We hebben natuurlijk niet veel plaats en niet veel mogelijkheden hier. Dus we houden het eigenlijk bij een salade. Heel erg lekker met appel en ui en een beetje dressing erover. We hebben een komkommer uitgehold met een beetje kruidenboter of kruidenkaas ertussen. Ja, noem ze maar op. Of gewoon een komkommer met een eitje en een beetje ketchup erop. Nou, heerlijk. Huh? Je bent tevreden over de belangstelling? Ja, zeker. Echt. Heel erg tevreden, ja. Ja. Enig idee hoeveel mensen dat je spreekt op een dag en hoeveel komkommers dat jullie versnijden? Nou, er gaan sowieso ongeveer 20 dozen komkommers per dag doorheen. Laatst heb ik gehoord dat de zaterdag was ontiegelijk druk geweest. Er waren 11.000 mensen hier binnen geweest. Dus ik denk dat een gemiddelde toch op 6.000, 7.000 mensen ligt per dag. Nou, dankjewel. Veel succes met het leuke en nobele werk. En nou, hopelijk hebben jullie heel veel komkommerliefhebbers gewonnen. Ja, dankjewel hoor.